waarom beoefen ik zen? Ik ben eigenlijk gewoon met zen begonnen uit nieuwsgierigheid. En er heel open ingestapt. Eigenlijk niet wetende wat me te wachten stond. En het gewoon om af laten komen. De eerste subtiele veranderingen waren echt heel minimaal. Dat ik echt dat iemand ze benoemde in de groep, in de les. Dat ik dacht, oh wacht even. Ja, ik slaap ook beter. Ja, ik heb ook wel intensere dromen. Ja, ik ben eigenlijk ook wel rustiger. Die eerste dingen slopen er echt in. En dat motiveerde me wel om echt ervoor te gaan. Hoe zen terugkomt in mijn piercingwerk. Eigenlijk was dat het enige element in mijn, misschien wel in mijn leven, voordat ik aan zen begon, waar ik onbewust al heel erg zen bezig was. Als ik een piercing zet, lijkt het een hele korte, snelle handeling. Maar het is voor mij iets waar ik absoluut zoveel aandacht aan besteed dat het echt wel uitputtend is. Waarom heb ik tattoos en piercings? Ja, in eerste instantie om de allerbelangrijkste reden. En dat is omdat ik het mooi vind. Dat is de belangrijkste reden. Je moet altijd eens doen waar je gelukkig van wordt en wat je mooi vindt. En ik vind tattoos heb ik altijd mooi gevonden. Ik hou van de energie, de zen, die degene die hem zet erin in stopt eigenlijk. Daar zoek ik ook echt wel mijn tatoeëerder op uit. Ik vind het fijn om te zien als iemand een passie heeft voor zijn beroep. En dat je dat ook kunt zien in het eindproduct. Eigenlijk iets waar je ook auto's en zo kunt pakken. Als je misschien een ring doet. Kijk eens even of dat ongeveer is wat je gedacht hebt. Of dat je het eventueel wat hoger wil. Nee, vind ik wel mooi. Ja, ja. Want als je het in het kuiltje doet, dan verdwijnt hij een beetje. Dat zou ik zo. Ik beoefen nu ongeveer 1,5 jaar zen. Ik heb eerst dan de beginnerscursus gedaan en ik denk dat ik nu op een klein half jaar op de gevorderde cursus zit. De nieuwsgierigheid lag erin dat ik het gewoon eigenlijk wou proberen en eigenlijk wou kijken of ik het kon mediteren. Want je hoort natuurlijk heel vaak mensen over meditatie praten. Maar je hoort eigenlijk nooit iemand die echt mediteert erover praten. Want mensen noemen natuurlijk heel veel dingen meditatief of mediteren. En dat is ben ik nu wel achter toch iets anders dan echt mediteren. Het belangrijkste wat ik van zen heb geleerd is dat je je leven, je aandacht en je geluk kunt sturen. Ja, dat is echt het belangrijkste. Je weet gewoon dat het pijn gaat doen. Maar het is maar heel even. Je zegt eigenlijk, ik beoefen zen, maar ik denk niet dat je zen beoefent. Ik denk dat zen een deel van je leven is als je het doet. Ja, ik denk wel ja, dat het wel een deel van je leven wordt als je het er eenmaal voor gaat. En omdat het je leven verandert. Ga je ervoor? Ik ga ervoor. Sowieso, 200%. Oh, leuk! Ja. Heel leuk.